Drenthe is meer dan bossen, heidevelden en beekdalen. Drenthe is ook een eeuwenoud boerenland met prachtige boerderijen en andere monumenten van menselijke activiteit. Een eeuwenlang samenspel van mens en natuur gaf het Drentse landschap zijn vorm. De stichting Het Drentse Landschap is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet om Drenthe mooi te houden. We vinden het belangrijk dat natuurgebieden beschermd worden en dat ons cultureel erfgoed behouden blijft. Het Drentse Landschap beheert in totaal zo'n 6000 hectare natuur. In toenemende mate werpt de stichting zich op als hoeder over het culturele erfgoed van Drenthe. De stichting doet er alles aan om ons verleden beter in het heden te laten voortleven. De stichting Het Drentse Landschap bezit, verspreid over haar natuurterreinen, zo'n 1500 hectare bos. Je vindt hier en daar nog wat donker naaldbos, maar vooral veel structuurrijke, gevarieerde loofbossen. De bossen in Drenthe hebben een beetje een rare geschiedenis. In de prehistorie waren er grote, ondoordringbare, hoogopgaande wouden. Pas nadat zich boeren in Drenthe vestigden, werd dit oerbos stukje bij beetje teruggedrongen. Met het groeien van de bevolking werden steeds meer delen van Drenthe ontgonnen. Van de bossen bleef niets over. Op de verarmde grond kwam de heide sterk opzetten. De meeste bossen die er nu nog in Drenthe zijn, werden na de grote heideontginningen als productiebossen op de armste gronden aangelegd. Ook ontstonden er natuurlijke bossen uit spontane opslag op de heide. In de 19e eeuw waren de zandgronden van Drenthe voor het grootste deel bedekt met heide. Dat beeld is tegenwoordig behoorlijk veranderd. Er zijn nog altijd heidevelden te vinden, zelfs een paar grote, maar ze vormen slechts een fractie van wat er eens was. In het begin van de 20e eeuw verloor de heide voor de plattelandsbevolking haar economische betekenis. Grote delen werden omgezet in bouwland, andere delen raakten ernstig vergrast. Een aanzienlijk deel van de resterende Drentse heide is momenteel in beheer bij de Stichting Het Drentse Landschap om het voor de toekomst te bewaren. Naast plaggen en maaien maakt de stichting gebruik van grazers, zoals Schotse hooglanders, limousines en schapen. In totaal gaat het om zo'n 1400 stuks. In veel terreinen mogen ze vrij rondzwerven. De kudde van het Heikerveld echter staat onder dagelijks toezicht van een herder. Beken zijn natuurlijke waterlopen die soms niet veel meer voorstellen dan een sloot, maar zich elders kunnen verbreden tot echte riviertjes. Ze spelen een belangrijke rol in de waterhuishouding. De stichting bezit terreinen langs de Drentse Aa, de Hunze, het Peizerdiep, het Oude Diep en de Reest. Jammer genoeg hebben sommige beken veel van hun vroegere aantrekkelijkheid verloren. Om ervoor te zorgen dat je tot de rand van de beek aardappels kon verbouwen, werden de Drentse beken rechtgetrokken en dus beroofd van hun kronkelende loop. Aan herstel echter wordt gewerkt. Het vlaggenschip van de natuurontwikkelingsgedachte bij de stichting Het Drentse Landschap vormt ongetwijfeld het stroomdal van de Hunze, gelegen tussen de Hondsrug en de Veenkoloniën. Het oorspronkelijke, kronkelige tracé wordt weer aangelegd. Daardoor zal de Hunze weer een mooi, groen paradijs worden waar dieren en mensen graag willen vertoeven. De stichting Het Drentse Landschap beheert een groot aantal monumentale gebouwen, waaronder het landgoed De Haviksborst en vele historische boerderijen, zoals de karakteristieke boerderij Het Ende in het Reesdal. De oudste delen van de boerderij stammen uit 1650. In de boerderij is nu een informatiecentrum van de stichting gevestigd. Hier vindt u tijdelijke tentoonstellingen,
wordt iets verteld over het werk van de stichting en kunt u meer te weten komen over het Reesdal. De afgelopen jaren heeft de stichting een lans gebroken voor het behoud van zeer karakteristieke stukjes cultureel erfgoed van Drenthe. De monumentjes van de armoede. Het Drentse landschap verhuurt een aantal van deze monumentjes als vakantiewoning. Het Drentse landschap draagt ook bij tot het behoud van de archeologische schatten. Vele tientallen hunebedden zijn in haar beheer. Hunebedden zijn voor de moderne beschouwer onlosmakelijk met Drenthe verbonden. De een is ondenkbaar zonder de ander. De stenen reuzen die over de hele Hondsrug te vinden zijn, wekken de indruk dat ze al vanaf het begin der tijden een vaste plaats in het landschap bekleden. Ze zijn dan ook ouder dan de piramide van Egypte. Het Drentse landschap heeft zich ontfermd over het zwerfstenen beeldenproject. Hierin hebben kunstenaars kunstwerken gemaakt van eeuwenoud materiaal. Het Drentse cultuurlandschap is in haar oorsprong kleinschalig van karakter. De stichting Het Drentse Landschap probeert deze kleinschalige samenhang in het landschap te behouden en te herstellen. Bijvoorbeeld door sommige terreinen volgens oude landbouwmethoden te beheren. Dat gebeurt vanuit 4 beheersboerderijen in Doldersum, Reebrugge en Rabbingen. In de winter hebben de limousinerunderen hier hun onderkomen. Deze koeien zorgen in de zomer voor de begrazing van de schraallanden. De mest die die dieren op stal produceren komt weer ten goede aan de bloemrijke graanakkers in de omgeving. Het graan wordt in de winter weer gevoerd aan de koeien op stal. Zo is de cirkel in het beheer weer rond, het milieu gespaard en het landschap van een toekomst verzekerd. Natuur is er om van te genieten. Dat vindt ook het Drentse landschap. Daarom zijn alle gebieden open voor het publiek. U bent ook van harte welkom in een van de informatiecentra van het Drentse landschap. Breng bijvoorbeeld eens een bezoek aan de Blinkert, het informatiecentrum dat op 40 meter hoogte op de voormalige Vanberg bij Wijster ligt. Vanaf deze plek heeft u een prachtig uitzicht over Drenthe. Vanuit de informatiecentra van het Drentse landschap zijn bewegwijzende routes uitgezet die u laten kennismaken met het gebied. Het Drentse landschap blijft waakzaam om te voorkomen dat er onherstelbare schade aan ons cultuurlandschap wordt toegebracht. Als u zich bij het Drentse landschap betrokken voelt, kunnen we uw steun goed gebruiken. Hoe meer steun, hoe sterker we staan om verdere aantasting van het landschap tegen te gaan en alternatieven te bieden. Het Drentse landschap. Dicht bij de natuur, dicht bij de mensen.